Sorry. Mensen, hallo. Welkom bij een nieuwe Tailored aflevering. Het is misschien wel een tijdje geleden dat we dit hebben gedaan, maar het moet wel voorkomen. Ik heb wel weer afgesproken weer een lekker kopje thee. En we gaan gewoon even bespreken wat we gaan doen allemaal. Want het is maandag, het is weer een hele nieuwe dag. Het is gewoon een lekkere Tailored video. Dus op naar de intro. Blijft een heerlijk intro en ik ben vandaag met iemand speciaal eigenlijk een oorkonde. Hij is vandaag op Teamspeak, dus ik dacht, ik contacteer gewoon even hem. Hij heeft namelijk iets gedaan op het forum, toch Jeffrey? Yep. Want Jeffrey heeft bij prijsvragen heeft hij namelijk gewonnen. En wat moest je doen eigenlijk, Jeffrey? Uit mijn hoofd moest je... God, dat was ook alweer... Een vraag beantwoorden. Ja, inderdaad, je moest een vraag beantwoorden. En die had ik dus goed onder andere. Het was wat Vincent's eerste video was. Die hij in het Nederlands sprak met achtergrondgeluid Albert. Ja, dus de vraag voor welke serie begon ik op mijn gamekanaal toen ik omschakelde naar een Nederlands kanaal met commentaar van Albert erbij. En Albert was natuurlijk van vroeger van NL Game Reviews en heeft nou een eigen kanaal. En ontzettend goede designer. Waarschijnlijk ken je hem wel. Hij is ook gewoon een YouTuber. En hij sprak The Walking Dead met me mee. En daar laat ik ook een foto van zien op het forum. Want ik heb natuurlijk ook een bewijsfotootje geplaatst. En dat is deze foto. Zoals je ziet is dit een begin van mijn kanaal. En toen begon ik met Hamertje Tik, The Walking Dead. En die kwam uit op 21 maart 2013. Dat is best wel apart, want het was ook een hele apart tijdstip om 5:30 s'avonds. En hij is 4000 keer bekeken. Was echt heel apart. De game was helemaal niet goed, maar gewoon het commentaar met Albert was leuk. En daardoor had ik gezegd van, Jeffrey, jij wint de prijsvraag, jij had een goed antwoord, duidelijk antwoord. En je krijgt een shout-out in de Tailored video. Dus bij deze, de shout-out naar Jeffrey. Yay! Jeffrey, hoe voelt dat nou als je zo'n prijs wint, een maandelijk VIP op Disneycraft en je zit in de video? Ja, ik weet echt niet wat ik moet zeggen erop. Ja, het is gewoon zo, hè? Ja, niks aan te doen. Nou ja, mensen, jullie kunnen natuurlijk ook winnen, want Jeffrey is toevallig iemand op Teamspeak. Maar het kan ook iemand zijn die gewoon niet op Teamspeak kan gaan zitten of komt niet. We hebben een nieuwe prijsvraag op het forum. En die kan je alleen beantwoorden door naar het forum te gaan. Zo simpel is het. En het is de vraag namelijk, het is deze maand natuurlijk Halloween. Op 31 oktober is het zover, dan wordt Halloween gevierd. Maar de vraag luidt, welke twee kleuren vallen in de traditie voor Halloween? Dat is natuurlijk een... niet zo'n hele moeilijke vraag, maar het gaat erom. Reageer hier even op het forum. En je ziet dat er al ontzettend leuke mensen hier zijn. En reageer daaronder. En wie maak je kans op een maand VIP. En je mag nog een maand VIP weggeven aan een vriend. En je krijgt ook een shout-out in de Tailored video's. Eind oktober is die prijsvraag gedaan, dus hij is net gestart. En hebben al een paar mensen een reactie geplaatst. Ook Jeffrey weer, als eerste reactie. Ja. Je kon het gewoon niet laten. Ik ga gewoon. Ik was vroeg wakker. Oh. Had ik al geen school. Geen school, jongen, dit is toch niet normaal? Nou, ja, als je vrij hebt. Ja, dan is lekker, dat is lekker. Ik zal nog even met jullie bespreken. Ja, ik heb een baard en ik heb een snorretje. Ik weet het, ik ben een beetje te lui om te scheren. Sorry. Nee, ik ben gisteren naar Wonderbroeders geweest, een film van de makers van de marathon. En dat was een ontzettend leuke film. Ik heb me echt vermaakt. Voor Nederlandse begrippen is het gewoon een goede film. Het zal nooit het niveau halen van Lord of the Rings, Harry Potter, noem maar op, grote films. Back to the Future, noem maar wat. Maar voor Nederlands films was het gewoon een fantastische film. En heel goed camerawerk bijvoorbeeld. Het zag gewoon leuk uit. Het was een leuk verhaal. Niet cliché. En als je hem ziet, geen reclame voor de film. Maar als je iets hebt, ik weet, ik hou van Nederlands films en ik heb een avondje niks te doen. Ga lekker naar Wonderbroeders, want het is gewoon een hele... Er zitten leuke grapjes in. Ik moest wel een paar keer lachen. Alhoewel, het is de makers van de marathon. En de marathon vond ik een wat sterker verhaal hebben. Maar goed, dat is mijn mening. Ik vond Wonderbroeders is niet vergelijken met de marathon. Heb jij hem al gezien, Jeff? Nope. Nee, dat doe ik niet. Nou, jammer dit. Ga je hem zien? Ja, als ik tijd heb. Jongens, kijk mijn mooie Beatles mok. Dat is een hele leuke mok met allerlei album voorkantjes op de voorkant. Album covers. Nou mensen, deze week gaat mijn kanaal weer lekker leuke video's maken. Ik ga mijn tijdschema erbij pakken, of mijn uploadschema eigenlijk. Want ik wil eigenlijk misschien wel weer een uploadschema op mijn
website maken, omdat dat heel veel bekeken werd. Dan wil ik wel van jullie weten in de comments, willen jullie dat mijn uploadschema weer terugkomt op mijn website? Want het is wel leuk om af en toe gewoon even op de website te kijken, want er is weer wat vernieuwingen aan toegepast. En als jullie dat willen, zeg gewoon even onder in de comments. En het zou ook leuk zijn als jullie willen abonneren op mijn kanaal. En dat kan namelijk hier. Hier zo. In dat hele kleine stuk. Klik even om abonneren. Vergeet ook geen like te geven op deze deel uit de video. En dan gaan we volgende week weer verder. En wie weet komt het uploadschema wel deze week al op mijn kanaal. Dus leuk als jullie reageren. Bedankt Jeffrey voor het meedoen aan deze video. Nou, jij bedankt voor de Pip. Graag gedaan. En ja, je hebt eerlijk gewonnen. Je was gewoon de gelukkige winnaar. En de volgende keer is het iemand anders. Ja, inderdaad. Nou mensen, een fijne week. En wat ik was nog één ding vergeten te zeggen. Er komt vooral Rollercoaster Tycoon, Disneyland, Disneycraft, Rollercoaster Tycoon, Disneycraft en nog wat andere games op mijn kanaal. En natuurlijk ook Postal gaan we ook verder spelen. Dus het wordt ontzettend leuk. Want we hadden namelijk een beetje een cliché. Nee, niet cliché, maar een beetje met een, hoe noem je zoiets? Altijd stop ze als op zo'n cliffhanger. Ja, een cliffhanger. Doei. Doei.